Hi, ik ben Mark. Criminelen zitten steeds vaker bovenop het nieuws en verzinnen dan meteen nieuwe smoezen om u op te lichten. Zo sturen ze dringende appjes of mailtjes en vragen erin of u in wil loggen op een nepsite. Daar willen ze uw veiligheidscodes, IBAN en betaalpas aftroggelen. Trap er niet in! Het begon ermee dat ze namens uw bank een bericht stuurden dat uw rekening zogenaamd geblokkeerd was. Of u nog even uw veiligheidscodes in wilde vullen. Die trucs kent u nu wel. Daarom gebruiken ze nu vaak de actualiteit om u te misleiden. Iets is nog maar net in het nieuws of u krijgt er al een berichtje over. Ze lijken van uw bank te komen of van een andere betrouwbare instelling. En of u even op een link wil klikken. Pas op, het zijn allemaal smoezen om u naar een nepsite te lokken waar u uw IBAN en veiligheidscodes in mag typen. En ze zetten u nog onder druk ook, hè? Ja. Blijf opletten. Dit zijn dingen die normale bedrijven en banken echt niet doen. Dus, pas extra op bij appjes, sms'jes of mailtjes over het nieuws. Ook al lijkt de afzender nog zo vertrouwd. Klik nooit op een link in zo'n bericht. Die gaan niet naar een website van uw bank, maar naar een nepsite. Blijf scherp en houd uw IBAN en inlogcodes veilig. Dit was VBTV. Tot de volgende video. Beste inwoners van de gemeente Heerde. Het was een harde boodschap die premier Rutte op 12 januari gaf. En daarbij kwamen de aanvullende maatregelen van vorige week. We zitten in elk geval tot 9 februari in lockdown. En ons geduld wordt in deze tijden enorm op proef gesteld, jong en oud. Het is aan de andere kant positief dat de cijfers in Heerde gemiddeld genomen positief afsteken tegenover die in de omgeving en ook landelijk. Hoewel iedere zieke er natuurlijk één te veel is, wil ik u toch complimenteren met de mate waarin u zich houdt aan de regels. Want het is niet altijd gemakkelijk. En hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt. En zeker nu het eerste licht aan het einde van de tunnel zichtbaar is met de start van de vaccinaties. Maar helaas weten we ook dat het nog maanden gaat duren voordat alles weer wat normaal gaat worden. Ik verwacht dat we zeker tot in de zomer te maken hebben met maatregelen. En dat we die 1,5 meter moeten vasthouden. Met al gevolgen van dien, voor bijvoorbeeld evenementen, theater, bioscoop en zelfs een gewoon bezoek aan huis. En de avondklok die onze vrijheid beperkt. Maar we zullen samen moeten blijven strijden tegen het coronavirus. Door ons aan de regels te houden en zo de cijfers omlaag te brengen. Door ons te laten vaccineren wanneer het onze beurt daarvoor is. Want we doen het niet alleen voor onszelf. We doen het voor iedereen om ons heen. Hoewel het steeds moeilijker wordt, wil ik u en jou daarom vragen om toch door te zetten en de maatregelen te handhaven, te blijven handhaven. Werk thuis, vermijd groepen, houd 1,5 meter afstand. Het is lastig, maar noodzakelijk. Want alleen samen krijgen we corona onder controle. Samen zijn we Heerde. Welkom bij onze volgende oefensessie voor het programma Blijf in de Benen. Zoals gewoonlijk beginnen we met een rustige inleiding. Ga lekker rechtop zitten in de stoel, voeten op de vloer, dan kunnen we beginnen. Laat de armen rustig hangen. Gaan we met de rechterarm naar het oor. Daar gaat hij, rustig hoog. Even over het hoofd. En terug. Nemen we de andere arm. Rustig terug. En de rechter nog een keertje.
Rustig naar beneden. Komt u niet zo ver, doet u de arm wat minder hoog. Links nog een keertje. En dan gaan we de armen zijwaarts spreiden. Dan gaan we naar rechts een beetje met ons hele lichaam. En weer terug. Naar links. Dus je reikt van je af. Naar rechts. Weer terug. Naar links. En dan laten we de schouders hangen. Trek ze rustig op. En laat vallen. Goed. Nog maar een keertje. Laatste keer. We gaan de rechtervoet naar voren steken. We gaan rustig de voet op en neer. Zet hem maar weer neer en pak de andere voet. Omhoog, op. De tenen naar de neus en van je afdrukken. En dan nemen we nog een keertje de rechtervoet. Naar voren. En als laatste de linkervoet. En dan hebben we het eerste stukje er alweer op zitten. Uitstekend. Het rustig begin. Blijf zitten voor het volgende blokje. Kom lekker rechtop zitten. We gaan beginnen met marcheren. Daar gaan we. Gaan we de rechtervoet naar voren. Naar voren. Terug. En de linkervoet. En we gaan weer marcheren. En we gaan met de rechtervoet naar voren. Rechts. Terug. Nog een keer. En de laatste keer. En links. En dan gaan we marcheren op de tenen. Gaan we de benen spreiden. Spreid en sluit. Spreid, sluit, spreid, sluit, spreid. En het rechterbeen opzij, opzij, terug. En het linkerbeen opzij, terug. En we gaan weer marcheren op de tenen. En de benen weer spreiden. Spreid en sluit. En alleen het rechterbeen spreid. Opzij, terug. En links. En dan gaan we even lopen. Gaan we weer met het rechterbeen naar voren. De laatste keer. Eén, daar gaat-ie, ja? Naar voren. Terug.
linkerbeen. En op de tenen marcheren. Gaan we weer de benen spreiden. Spreid en sluit. En het rechterbeen opzij. Opzij. En het linkerbeen. En we lopen de laatste loodjes er nog even uit. Lekker de armen mee bewegen. Goed die knieën optillen. En beweeg die armen goed mee. En je mag best een beetje moe worden. De laatste paar stappen. En we zijn klaar. Na het intensieve marcheren weer een rustig stukje en de oefeningen zijn grotendeels alleen met de armen. Laat de armen even hangen. Zet ze daarna op de schouders. En duw ze rustig omhoog. En terug. Nog een keertje. Alsof je het plafond omhoog wilt duwen, hè? De laatste keer. En nu gaan we naar voren duwen. De muur van je afdrukken. En terug. En nog een keertje. Beweeg met de romp goed mee naar voren. En duw. Oké, we gaan nu de vingers in elkaar haken. We trekken. 1, 2, 3, 4. En draai je de handen om. 4. En nog een keertje trekken, wisselen. Nog een keertje wisselen. En wissel. Draai om weer. En laat de armen rustig hangen. Gaan we ze zijwaarts omhoog brengen. Tegelijkertijd. Laat zakken. Nog een keertje. Probeer ze allebei op gelijke hoogte te krijgen. Lukt het niet met één arm? Probeer dan te doen wat binnen uw mogelijkheden ligt. En de laatste keer. Dan gaan we de handen plat tegen elkaar voor de borst zetten. En we drukken ze 4 tellen in. 1, 2, 3, 4. Dan gaan we ze strekken. Dan drukken we weer 4 tellen. 1, 2, 3, 4. En weer buigen. Drukken. 1, 2, 3. En weer strekken. Ja, druk. En buigen weer. En drukken weer. Weer strekken. En druk ze tegen elkaar. Gaan we de armen nog 1 keer omhoog drukken naar het plafond. Daar gaat hij. Duw hoog. Weer terug. Omhoog. En schud de armen.
een beetje uit. Goed, we gaan door met het volgende stukje. Laat de armen lekker hangen. We beginnen met achter in de stoel. We gaan zijwaarts hangen naar de achterste stoelpoot toe. En terug omhoog. Andere kant meteen. Weer naar rechts. Links. We zetten de armen in de zij en maken een korte draai naar rechts. 1. Midden. Links naar het midden. Naar rechts. Naar links. Nog een keertje naar rechts. Rechts. Links. Laatste keer rechts. Laatste keer links. Laat de armen hangen. Gaan we de schouder optrekken en het oor er naartoe brengen. 1, naar rechts en naar links. Weer rechts. Links. Nog een keertje rechts. Nog een keertje links. Leg de armen een beetje op de knieën. Trek je kin een beetje in. Kijk over de rechterschouder. En kijk over de linkerschouder. Doe het niet te snel. Vooral als u last van duizelingen hebt, moet u uw eigen tempo een beetje aanhouden. Nog één keer naar links. Nog een keer naar rechts. En nog een keer naar links. Ja, we buigen nu naar voren. En komen weer omhoog. Mag de handen een beetje op de knieën laten. Kunt u een beetje steunen. Een beetje de billen aanspannen. Naar voren. Kom weer omhoog. Dat doen we nog twee keer. Rustig naar voren. Kom weer omhoog. En de laatste keer. En kom weer rechtop zitten. En eventjes ontspannen. Het volgende blokje met oefeningen is een stukje intensiever. We gaan armen en benen tegelijk bewegen. Kunt u niet helemaal volgen, doet alleen de armen of alleen de benen mee. Kom lekker rechtop zitten, dan gaan we beginnen. Omhoog en klap. Omhoog en klap. Gaan we sneller. Hoog, klap. Hoog, klap. Hoog, klap. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Nog een keer 8, daar gaan we. 8, daar gaan we. Handen op de knieën. De knieën en naar de schouders. Kruisen. 8. Alleen de benen schoppen. Gaan we het volgende doen. Schop.
en klap. Daar gaat hij. Met links beginnen. Schop en klap. Schop en klap. Schop en klap. Schop. En eventjes goed op de benen tikken. Voel maar eventjes dat ze goed strekken, die benen. Schop ze de lucht in. Teen erbij omhoog. Nog een paar keer. En de laatste keer rechts en de laatste keer links. Goed, even de armen los. Handen op de schoot, gaan vuisten en openmaken. Ik heb ze in de lucht, maar je mag ze ook op de schoot leggen om even wat steun te hebben. Vuisten, open. 3, 4, 5, 6, 7. Ja, daar gaat hij. Nog een paar keer. En we gaan zo dadelijk weer lopen met het klappen erbij. Laatste keer, dan gaan we weer lopen, ja? Knie en klap, daar gaat hij weer. Knie, klap, stamp en klap. Stamp en klap, stamp. Zijn we alweer aangekomen bij het laatste gedeelte van dit oefenblok. De ontspanning. Ga lekker rechtop zitten. Kort momentje. Met rustige oefeningen. Laat de armen lekker hangen. Even rustig. Even opzij hangen naar rechts. Kleine beweging. En een kleine beweging naar links. En rustig weer naar rechts. Naar links. Gaan we nog een keer naar rechts. En nu gaan we de arm mee omhoog nemen. We ademen even diep in de neus. Blazen goed uit. Gaan we naar links hangen. We nemen de rechterarm mee. Blazen weer diep in. Blazen goed uit en komen terug. Nog één keertje naar rechts. Adem diep in. Blaas goed uit. Laatste keer naar links. Inadem door de neus. Blaas uit. Even allebei de armen hoog. Even uitstrekken. Diep inademen. En even helemaal. En de laatste keer. Strek uit. Diep inademen. Blaas uit. En lekker losschudden. Kom goed recht zitten. En dat was het weer voor vandaag. Ik wens u verder een prettige dag.
Paula, je bent 79 jaar en je speelt elke dag gitaar. Hoe ben je weer tot de gitaar gekomen? Want ik heb begrepen dat je vroeger heb je veel gitaar gespeeld en nu heb je sinds 2015 weer les bij Cultuurplein. Ja. Ik had dus in Den Haag had ik 6 jaar gitaarles gehad en toen verhuisde ik hierheen. En ja, je moet eerst een beetje acclimatiseren en dan ga je allerlei dingen doen. En toen kwam het er niet meer van om gitaar te spelen en de gitaar die stond maar in de hoek van mijn kamer. En in 2015 dacht ik ineens van nu of nooit en ik begin er weer aan, want ik zat wel iedere dag even naar die gitaar te kijken. Ja, het trok weer, hè? Ja. Dus dat zat er toch in en dat moest er toch, toch weer dat je daar aan begint. Ja, en elke dag zit je gewoon trouw te oefenen? Ja, tenzij het echt super druk is, maar s'avonds, ja. S'avonds, verder komt er weinig van, maar s'avonds dat lukt wel, na het eten. Oké, want je geeft ook nog Turkse les, heb ik begrepen? Ja. Dus je bent nog behoorlijk druk met van alles en nog wat? Ja. Dat kun je wel zeggen, okay. Maar zolang het kan het. Ja, zeker. Je doet het goed. Stuk, hoe heet dit stuk? Ja, dat is een double, heet het. Het is een oude dans uit de middeleeuwen of de baroktijd, dat weet ik niet precies. Een anonieme componist die heeft dit geschreven en ik vond het een heel mooi stukje, dus dat heb ik ingestudeerd. En hoe lang ben je er dan mee bezig om dat in te studeren? Zo'n stuk, dat duurt, ja, het ligt eraan of het moeilijk of makkelijk is. Deze, ja, die wou ik heel graag heel goed leren. En ja, daar ben je er wel een maand mee bezig. Oké. Iedere dag een beetje verder ermee komen. Ja, en het is echt een tweestemmig stuk, hè? Je hoort gewoon die meerdere stemmen zo onder elkaar door. Ja, om dat er mooi uit te laten komen. Ja, dat kost tijd. En hoe heet dit stuk, Paula? Dat is een lamp. Lerp, dat is een klein Oostenrijks dansje en het is een stukje uit de romantiek in de romantische tijd, dus de 19e eeuw, was de gitaar erg in de mode en er zijn dus een heleboel leuke stukjes die je kunt spelen, makkelijke, moeilijke, hele lange, ook voor bijvoorbeeld strijkkwartet en gitaar. Hmm. Van Boccherini en van alles. Het was gewoon in de mode.
Een sneltoets is een combinatie van toetsen die u op het toetsenbord indrukt. Hiermee geeft u de computer een opdracht, bijvoorbeeld voor iets waar u normaal gesproken de muis zou gebruiken. Door 2 of 3 toetsen tegelijkertijd in te drukken, voert u een handeling uit. Het voordeel is dat u de muis minder gebruikt en dat is goed voor de armen, handen en polsen. Ook besparen sneltoetsen u tijd en moeite. U kunt er bijvoorbeeld in een handomdraai teksten mee kopiëren en plakken of documenten openen. Het nadeel van sneltoetsen is alleen wel dat u ze moet onthouden of in een lijstje bij de computer moet hebben. Maar hoe vaker u een sneltoets gebruikt, hoe makkelijker het wordt om hem te onthouden. Bijvoorbeeld de sneltoetsen Ctrl-C en Ctrl-V. Daarmee kopieert en plakt u stukken tekst. Ik laat het u zien. Eerst selecteer ik de tekst die ik wil kopiëren. Om de tekst te kopiëren gebruik ik de sneltoets Ctrl-C. Ik druk de controltoets in, druk dan kort op de letter C en laat de controltoets weer los. De tekst is gekopieerd en ik plak het nu op een andere plek in het document. Ik gebruik hier de sneltoets Ctrl-V voor. Ik druk de controltoets in, druk dan kort op de letter V en laat de controltoets weer los. De tekst heb ik nu op een andere plek in het document geplakt. Let erop dat u bij het gebruik van sneltoetsen de letters niet te lang indrukt. Houdt u de letter te lang vast, dan geeft u de computer de opdracht iets vaker te doen. Kijk maar wat er gebeurt als ik de Ctrl-V-toets te lang indruk. U hebt nu gezien hoe u sneltoetsen gebruikt. U hoeft ze nu alleen nog maar uit uw hoofd te leren. Vindt u dat lastig? Gebruik dan de sneltoetstoren van SeniorWeb of hang een lijstje met uw favoriete sneltoetsen aan de computer. Ik wens u veel succes. Van de Noordwest-Veluwe een meld, en dan heb ik het over een hond, voor welk circus dan ook, dan wordt dat dier met open arms ontvangen. Ik mag van hem geen plaatsen nemen, bang dat het dier is dat Baltini en Tro het dier voorthaalt. Dat zal Bertus, zijn baas, een stukje geleden niet zo slim met me vinden. Maar nu alles is bezoeken, wil hij Tarzan toch voor geen geld kwijt. Bertus is wij nu een andere keizerse slaterkonte. Ene die alleenig van 12 uur tot de middag kan onthouden. En die blij mag zijn dat zijn achterwerk aan de rest van het lichaam vast zit. Anders was hij al 30 keer de weg kwijtgeraakt. In sommige dingen is hij, wat ze op zijn hooghalemediks noemt, tegen een pool. Door word ik 3 keer om de auto heen loop, of alles wel in de regel is, laat hij zijn kerkien rustig min op derp staan, zonder het wagentien op slot te doen. De sleutels op de achterbanken onder het vloerkleed, zou ik maar zeggen. Kortens is hem dat al te gruwelijk overbruik. Hij liet Tarzan alleenig in de auto achter en ging inkopen doen. Ze hebben hem al zo vaak gewaarschuwd, maar eigenwijs is wat voor hem aangeeft een botter zachte uitdrukking. Bertus spiet er niet in en kwam met een paar kratten bier terug. Kijk, dan is het zo handig dat hij niet met een sleutel hoeft te martelen en zo de deur met een paar vingers los kunt doen. Kon je hem horen denken. Tarzan was blij dat zijn baas weer in beeld kwam. Maar die was niet blij dat hij de auto niet in kon komen. Hij heeft zich de kop gek geprakaseerd hoe dat nu toch kon. De portiers los laten staan en toch het wagentien hermetisch op slot. Geen mens in de buurt die hij kent, de zaktelefoon in de keuken op tafel laten liggen, gaat door maar aan staan. Er zat niks anders op dan naar huis te chageren en de reservesleutel ophalen. Na 100 meter hoorde hij Tarzan nog blaffen.
En hij moest nog 3 kilometer. Met zware benen kwam hij in zijn woonvertrek aan. Mooi dat hij dat einde niet terug hoefde te lopen, want Henk, zijn buurman, zal hem wel even brengen. Maar als spel zo spreek, Henk was niet thuis en geen mensen in de hele buurt die zich bezitter van een auto mag nemen, laat staan dat ze ding op de weg kon halen. Dus er zat niks anders op dan het hele einde terug, weer met de benenwagen. Het zwijtste hem voor de kop. Met de grootste moeite kreeg hij het ene been nog voor het ander. Kun je je voorstellen hoe hij hem voelde toen 2 man tegelijk op hem afkwam om op te merken dat hij zich schamen moest om zijn hond zo lang alleen te laten. Zichzelf beheersen was een knap stouting. Maar het stelt helemaal niks voor wie wat thuis aan voor elkaar kreeg. Door voor nader onderzoek of het onmogelijke op u dreigt. Tessan had in geen tijd de auto op slot gekregen. Die hoefde alleen nog maar op de sleutels te springen om zijn baas in verlegenheid te brengen. Dat hij er niet van niets opsprong om zijn baas binnen te laten, ja, dat is wat minder. Maar eerlijk gezegd had die slaten konten van een Bertus dat ook een geest niet verdient, u ontvangt de groetenissen van de hele kroon met inbegrip van Jan.